mensen! Na het enorme succes van 10 soorten mensen op Facebook hebben we nu het vervolg. Maar nu over Instagram. Dit zijn 10 soorten mensen op Instagram. Deze mensen op Instagram gebruiken hashtags. Niet 1, niet 2, maar 80 per foto. Tja, want mensen moeten natuurlijk wel jouw foto kunnen vinden als ze zoeken op een bepaalde tag. Ja, want er zijn ook echt mensen die de hele dag door aan het zoeken zijn op hashtags. Hashtag nofilter, hashtag lovemylife, hashtag nomakeup. Echt, ik ben dat iedere dag aan het zoeken, jullie niet? Hier staat Instagram helemaal vol mee. De fitboys en fitgirls. Deze mensen staan non-stop in de sportschool en laten op iedere foto hun spiermassa zien. Ze weten ons er bijna van te overtuigen dat ze het leukste leven ooit hebben. Ze maken zichzelf helemaal mooi, maar ja, daar moet je dan wel weer heel veel voor opgeven. Maar ik vraag me dan af, voor wie doe je het dan eigenlijk nog? Hey Dylan, heb je zin om mee te gaan naar het strand? Lekker chillen, het is mooi weer, man. Nee man, sorry. Kan niet. Ik moet sporten. Oh, oké. Hey Dylan. Zullen we een ijsje gaan eten? Nee, kan niet. Had ik wel gewild, maar ik moet letten op mijn dieet. Oh. Maar in ijs zit toch eiwit? Je hoort toch ijs? Hahaha. Nee. Doei. Doei. Hey Dylan, kom je vanavond even wat meer drinken? We gaan met de vrienden, een beetje biertje drinken, een beetje lachen. Nee, sorry, kan niet, want ik moet letten op mijn gains. Ha! Gains? Tja, hashtag living the good life, hè? De TBT-instagrammer, oftewel de Throwback Thursday-instagrammer, is nog een beetje in het verleden blijven hangen. Iedere donderdag gooien ze weer een fotootje van vroeger online. Zo van, toen ik nog schattig was, of toen ik nog geen puistjes had, of toen ik wel puistjes had, of toen voor mijn operatie. De puzzelaar houdt ervan als puzzelstukjes mooi samenvallen op zijn profiel. Dus upload de puzzelaar allemaal kleine stukjes foto's die uiteindelijk één mooie foto worden op zijn Instagram profiel. Leuk hoor! Echt prachtig! Bravo! Creatief! Mooi! Nee mensen, hou alsjeblieft op met dat gepuzzel. Ik bedoel, ga gewoon lekker met je oma puzzelen of zo. Dan maak je tenminste nog iemand blij met je puzzel. De reiziger lijkt wel vaker op reis dan dat hij of zij thuis is. Althans, als we de foto's op Instagram moeten geloven. Misschien heeft dit ook wel iets te maken met het feit dat deze reiziger altijd nog foto's plaatst van zijn reis nadat hij daar is geweest. Dus als hij helemaal thuis is, komen er nog heel veel foto's van het eten en van de reis op zijn Instagram. Hier is het. Ho! Weet je zeker dat hij niet thuis is? Ja man, ik weet het zeker. Hier, check zijn Insta. 2 uur geleden, chillen op een strandje. Ah ja, oké, rammen. Yo, wat doen jullie in mijn huis? Wat doen jullie hier? Wat doe jij hier? Ik woon hier. Je hebt 2 uur geleden posten een foto op Instagram dat je zit te chillen tussen de palmboompjes op een wit strandje. Waar was dat? In Japan. In Japan? Dat is van 2 weken geleden hoor, die foto. Ja, maar waarom zit je dan geen Throwback Thursday'tje erbij? Zo kunnen wij dat toch ook niet weten? Ja, jongen. Kom, we gaan ergens anders. Dit is echt De foodporn-fotograaf maakt, jawel, van iedere maaltijd een mooie foto. Maar niet zomaar een foto, monsieur, chef-kok. De foodporn-fotograaf gaat next level en is als het ware een ware kunstenaar als het gaat om foto's van eten. Zo, dat cookie staat er goed op. Ken je ze? Van die mensen die achter elkaar foto's blijven plaatsen op Instagram? Omdat ze bijvoorbeeld op een heel gezellig festival zijn geweest of omdat ze net een nieuw filter hebben ontdekt? Lieve spammers, kap daar alsjeblieft mee. Ik bedoel, 1 foto per 5 uur is meer dan voldoende. Of als je echt veel meer wil laten zien, maak dan gewoon een filmpje. Ik bedoel, een filmpje, dat zijn eigenlijk meerdere foto's achter elkaar, hè? Zo kan het ook gewoon. De selfiefotograaf. Deze Instagrammer heeft of helemaal geen vrienden, of houdt heel erg veel van zijn of haar eigen
gezicht? Ik weet het niet, maar deze Instagrammer plaatst in ieder geval heel veel foto's van zichzelf. Zelfs op momenten waar je eigenlijk liever de foto van de andere kant had willen zien. Weet je nog, laatst dat ik in Amerika was? Dat was echt super vet, want toen stapte Obama gewoon tegenover mij in de auto. Hier, wacht, ik heb een foto gemaakt. Hier, check. Maar waar is Obama? Oh, het was trouwens ook super vet. Ik was laatst bij het Eurovisie Songfestival en toen trad Justin Timberlake op. Hier, moet je zien. Ik stond vooraan. Ja, maar heb je ook een foto waar je gezicht niet op staat? Echt vet, hè? Echt vet. Oh, foto. Ik heb nog wel een foto van de bevalling van Marit. Dat was ook echt, echt, echt vet. Hier, wacht. Ja, dan zou je gezicht ook weer. Hier. Oh! Als je heel erg goed zoekt op Instagram... Nee, trouwens, je hoeft helemaal niet goed te zoeken. Ik bedoel, Instagram is gewoon een soort van de digitale versie van de Playboy. Overal zie je foto's van vrouwen die zich, nou ja, half naakt willen tonen. Want nee, naakt, dat mag niet op Instagram. Maar half naakt wel. Maar zodra kleine geile pubertjes dan gaan reageren van... Dat is geil, tieten, lekker, naakt, lekker, tieten. Dan zeggen deze Instagram dames ineens... Hé, wat, ik snap het niet. Ik bedoel, ik ben toch niet naakt? Deze Instagrammer heeft pootjes. En ze weten blijkbaar hoe ze met deze pootjes een touchscreen van een telefoon moeten gebruiken. Nee, oké, serieus. Dit zijn dus profielen van huisdieren van mensen. Ik bedoel, wie is er zo retarded om dat te doen? Het slaat toch helemaal nergens op? Alsof je huisdier een foto kan plaatsen. Maar weet je wat ik echt helemaal dom vind? Als ze dan ook nog eens gaan doen alsof het huisdier het zelf heeft getypt. Echt, wat de... Hoezo? Wat bedoel je? Ik onderhoud gewoon zelf mijn Insta, hoor. Oh. En dat waren de 10 mensen op Instagram. Welke ben ik nou vergeten? Laat dat dan even in de reactie weten. En vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan even op dat duimpje omhoog, want daar worden wij heel erg blij van, toch? Ja. Wil je gratis op de hoogte blijven van de nieuwste video's? Klik dan even op abonneren. Duimpje omhoog. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Later!